Ze doet alles zelf nog verzenden. Dus ze is zelf postbode. Dus ze gaat zelf de pakketjes brengen vanuit haar loods. Die bepaalt ze geld voor en daar liggen de producten. En zelf inpakken en zelf retourneren. Wat superveel tijd kost en wat niet per se zorgt voor meer omzet. Dus heb ik tegen haar gezegd van, hey, wat we nu gaan doen, je verdient nu 2.000, 3.000 euro per maand met Bol. We gaan meer producten zoeken. In plaats van, ze heeft best wel wat producten. We gaan 8 tot 10 producten zoeken die ook die 1.000 tot 1.500 doen per maand. In plaats van heel veel 30, 40 producten die allemaal maar een paar orders per maand doen. Dus dat gaan we bij haar veranderen. Plus dat we heel haar loads gaan veranderen naar richting fulfillment center. Heel simpel gezegd, iemand anders gaat voor haar de producten versturen naar de klant via DHL, PostNL en de retouren. Dat scheelt haar enorm veel tijd, want ze heeft ook nog een rijschool, ze heeft kinderen, ze heeft een man, ze gaat af en toe op vakantie. Ze kon nu bijna niet op vakantie gaan, omdat ze haar Bolstore heeft. Maar haar broer was er gelukkig in Nederland om voor haar de producten te verzorgen. Dus zij gaat nu eigenlijk een business creëren die niet alleen een paar duizend euro per maand doet en misschien straks richting 5.000 tot 10.000 euro per maand. Maar ook eentje waar ze op vakantie kan gaan. En waar ze een huis in Spanje misschien ook nog gaat kopen. En in Marokko voor familie. Kan ze lekker op vakantie gaan. Zonder de zorgen te hebben van, hey, ik kan niet weg vanwege mijn business. Hmm. Dan zit je misschien ook nog wel in die bubbel van, hey, ja, ik heb heel veel familie in Marokko en die zie ik graag. Maar ik kan er niet heen, want mijn Bol-orders staan aan. Dat is niet de manier hoe ik het zou willen. En hoe zij het waarschijnlijk ook niet zou willen. Hmm.